In deze video beschermt Sophie Hermans Rutte tegen Azarkan. Het naar huis sturen van Kaag, Rutte en Hoekstra, dat kan niet wachten. Dat is eigenlijk een win-win situatie. Dat was mijn andere training. U heeft vandaag de keuze. Doen wat juist is. Voor Rutte, voor Kaag, voor Hoekstra, voor Nederland. Dank u wel. Dank u wel, meneer Azarkan. Interruptie van mevrouw Hermans, VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. En ik begrijp uit het betoog van de heer Azarkan dat hij veel kritiek heeft. En laat ik het zeggen, niet op alle uitkomsten van beleid en effecten van beleid die je nu ziet, daar even tevreden over is. En dat mag ook, en dat is goed, en daar moeten we hier het debat over voeren. Maar ik hoorde u ook woorden gebruiken als een zelfbedacht systeem van institutioneel racisme. En dat één op één plakken op de minister-president. Nu, kritiek hebben op beleid. Nogmaals, dat mag, dat moet en dat moeten we hier ook uitdiscussiëren vandaag en in alle debatten die komen gaan. Maar op deze manier elkaar racisme verwijten, dat gaat echt ongelooflijk ver. Dit is intenties in twijfel trekken. En als de verkiezingsuitslag ons één ding geleerd heeft, dan gaat het over vertrouwen en vooral wantrouwen hier in de politiek. En hoe gaat u bijdragen aan de manier waarop we hier in het debat, hier in de zaal het debat met elkaar voeren, dat we dat vertrouwen ook weer gaan herstellen? Ja, als er kan. Voorzitter, het is bijzonder dat mevrouw Hermans spreekt over vertrouwen. Het was de partij, de VVD, die in 2012 de fraudewet bedacht. En die fraudewet die pakte mensen ongelooflijk hard aan voor het minst kleine wat er gebeurde. Een simpele overtreding van de inlichtingenplicht leidde tot de ongekende fraudejacht. Dat is de kern geweest van waarom al die toeslagenouders nu in de knel zitten. Dat is het beleid van de VVD. Dat is het beleid onder deze minister. Dat daar vervolgens mensen allerlei systematieken zijn gaan verzinnen om met name de meest kwetsbare, de alleenstaande vrouwen, die het al moeilijk hadden. Mensen met een laag inkomen, die zijn opgejaagd. En mijn punt is, dat heeft ertoe geleid dat deze ouders tot op de dag van vandaag nog last hebben van die discriminatie en die keiharde aanpak. En u zou zich dat moeten aantrekken, mevrouw Hermans. Dank u wel. Ik zie dat de minister-president ook wil reageren. Ja. Mevrouw Hermans was mij voor, maar toch maar een persoonlijk feit. Want die opmerking, ik heb hem maar even de heer Azarkan laten uitrazen tot het eind van zijn betoog, maar die is mij ook totaal in het verkeerde keelgat geschoten. Die fraudewet is aangenomen met brede steun in de Kamer. Later bleek dat er ook echt fouten in zaten, die zijn hersteld. Maar mij nu op te plakken dat via die fraudewet met brede steun in deze Kamer ik hier verantwoordelijk ben voor institutioneel racisme, is voor mij volstrekt onacceptabel. Volstrekt niet wie ik ben. Ik accepteer dit absoluut niet. Zo sta ik niet in het leven. En dat heeft hier Azarkan terug te nemen. Of hij doet het niet, maar dan is hij de knip voor de neus niet waard. Ja, als ik kan. Voorzitter, ik neem dat niet terug. Ik sta daarvoor en ik doe dat voor al die tienduizenden ouders en kinderen die op de dag van vandaag de echte pijn hebben. En dat kan best zijn dat de minister-president hier pijn van heeft, maar elke ouder die ik spreek, elke ouder die opgejaagd is, die met de kinderen naar het leger des heils is gegaan, omdat er een wet kwam onder deze minister-president die ervoor heeft gezorgd dat in de uitvoering deze mensen niet meer konden leven. Dat hun kinderen werden afgepakt. En ik blijf daar staan, voorzitter. Verschrikkelijk.